Inwoners von Morwene hebben bezoek gehad van het Milagros Gezondheidsteam uit Venezuela. Tijdens de aanwezigheid van het team op donderdag 23 januari in het Marwina ziekenhuis kon men er terecht voor verschillende gezondheidstesten en het laten druppelen van de ogen. In de maand maart doet de Milagros oogmissie het gebied aan. Milagros missie is een oogmissie en het is een bilaterale samenwerking tussen de Surinaamse en de Venezolaanse regering. Het zijn patiënten die last hebben van katarak en gromitie, die dan geholpen worden. We hebben 266 geregistreerden gehad, heel Marowenen, en vandaag worden er 68 geholpen. Nou, de overige mensen, los van de 68 die vandaag hier zijn, die zijn allemaal door de oogarts gezien. En de oogarts heeft ze verwezen of ze hadden geen diagnose gevonden bij ze. We zijn vandaag begonnen met de pre-operatieve fase. Dat wil zeggen dat er een screening wordt gehouden. Er zijn 3 oogartsen van Venezuela hier. Zij doen de screening. De internist doet zijn deel. Dat is met gewicht, bloeddruk. En zij krijgen dan een briefje mee waar ze hun thorax, ECG en een labonderzoek moeten doen. Aan de hand van alle onderzoekingen worden zij dan geselecteerd voor de operatie die in maart gehouden wordt. De oogarts van MMC, die hier eerder was, heeft aangegeven dat er degelijk behoefte is aan een oogarts in dit gebied. Dus we zijn even nu aan het kijken van hoe vaak en hoe wij dan een oogarts kunnen halen. 1 keer in de 2 maanden misschien. Om aan de behoefte te voldoen van de bewoners van Marowene. Nee, stop niet. Er is ook een natraject waarbij de mensen weer terecht kunnen komen indien er een klacht is. Ik wil ze niet zeggen wacht tot de volgende oproep. Maar je moet jezelf gaan blijven checken. Als het niet dit keer niet gelukt in Marwina ziekenhuis. Maar je kan natuurlijk ook elders terecht naar een andere oogarts. Maar zo gauw wij weer een oogarts in huis hebben, zullen ze weer oproepen en dan kunnen ze komen voor elke aandoening. Paramaribo. En zoals bekend steken ze over naar de Franse kant. Mensen vragen steeds ernaar. En we waren even huiverig hoe men zou reageren, want er werd zelf gezegd van er is een taalbarrière. Maar zoals u het zelf ziet, er zijn mensen die erbij zitten. Het wordt goed vertolkt. Ze praten Engels en het lukt. Nou, ten allereerste ben ik heel trots op mijn ziekenhuis, Marwina. En toen ik dat advertentie zie, ben ik de eerste. Ik zeg nog, dit is de kans voor mij. Vanaf mijn 14, 15e jaar heb ik gromit in mijn ogen. En dus ik stel het zeer op prijs dat ze hier zijn, dat de missie hier zijn. Eerlijk te zijn ben ik pas in na mijn 40 ben ik begonnen met mijn ogen. Heb ik gemerkt dat mijn ogen achteruit gaan. En dus ben ik gewoon bij een optiek gegaan en mijn ogen gemeten en zo. Ik ga voor het eerst naar een oogoperatie of wat er dan ook gaat zijn. Eigenlijk zou het naar de stad moeten zijn als ik echt zou gaan voor een operatie. Maar gezien dat wij ons een heel mooi ziekenhuis hier hebben, maak ik gebruik van. Het is vlot gegaan. Ja, het is net als we naar de opticien gaan en dan keek je oogsterkte. En daarna moesten we weer in een andere kamertje gaan. En dan werd in je oog met een flashlight of wat gedaan. Om te kijken of je dan katarak hebt of gromitie. Ik heb gromitie aan beide ogen. Ik ga opgebeld worden en dan moet ik dan weer komen om voor een andere behandeling. Ik vind het goed. Het is vlot gegaan, zoals ik al zei. Niet vanaf kleins af, want het is mijn tweede behandeling die ik moet ondergaan. Ik had het al eerder gedaan bij die eerste missie. Had ik het al gedaan. Het is weer gegroeid, dus ik moet weer gaan. De eerste missie in de stad. Ik vind het goed. Ik vind het geweldig voor de mensen hier. Ja, toch hoeven ze niet naar de stad te gaan. Ja, het is wel een afstand, maar dan moet je wel de moeite maken om hier te komen. Het is dicht bij huis, toch? Ja, je eigen district. Ja, vind ik geweldig.